Niet normaal zeg. Echt niet normaal vet. Die ga ik dus straks allemaal ontmoeten. Stuk voor stuk. En zo Knol, de populairste vlogger van Nederland, kwam zaterdagmiddag naar het Van Maarland Lyceum in Eindhoven voor een meet and greet met zijn fans. En dat zijn er nogal wat. Op YouTube heeft Knol meer dan 1,1 miljoen abonnees. Zijn laatste vlog, nummer 940, met de titel Last van gekneusde ribben, werd binnen 21 uur al bijna 250.000 keer bekeken. De meeste dagelijkse vlogs halen met gemak de 400.000 hits. Kijkcijfers waar menig televisieprogramma jaloers op zou zijn. Niet gek dus dat de 300 beschikbare kaartjes van 15 euro per stuk binnen een halve minuut waren uitverkocht. Op Marktplaats werden ze zelfs al voor bedragen van 70 euro aangeboden. Voor Knol zelf is het zichzelf filmen, zijn dagelijkse belevenissen vormen de onderwerpen van zijn blogs, een way of life geworden. Hij lijkt bijna vergroeid met zijn camera en zijn smartphone. Dames en heren, het is niet te geloven. Dit is de tweede meeting in Eindhoven. Yeah. Ben jij nou constant met je werk bezig? Constant. Alleen maar. Snapchat, Instagram, Twitter, vloggen, YouTube, noem maar op. Ja, hoeveel filmpjes post jij op een dag? Alle posts bij elkaar. Ja. Zo, dat is niet bij te houden. Dat verschilt. Minimaal 1 Instagram post per dag. Minimaal wel 3, 4, 5 tweets. En dan ook nog Snapchat 10 ongeveer gemiddeld per dag. En minimaal 2 YouTube filmpjes per dag. Dus wel veel. Hoeveel reacties krijg je dan op een Twitter berichtje bijvoorbeeld? Heel erg veel. Twitter gaat wat achteruit, maar Instagram en Snapchat is heel erg aan het groeien. Dus daar wat meer dan de rest. En dan kun je dat überhaupt allemaal teruglezen of denk je van ja, het zal wel? Nou, toen ik begon met YouTube, dan kan je alle reacties lezen en dan reageer je ook op bijna alle. Maar op een gegeven moment is dat niet meer bij te houden. Maar ik doe nog steeds mijn best om op zoveel mogelijk te reageren. Ja, had jij ooit verwacht toen je een jaar of 3 geleden begon met jouw vlog, dat je nu hier zou staan voor bijna een joelende menigte die zo meteen hier het pand bestond? Nee, nooit verwacht. Nee, echt nooit. Nee. Dus het is nog steeds bizar om in zo'n ruimte te komen en ook gewoon die menigte daarvoor te zien. Ik denk dat er nu ongeveer 100 man staan. Dus ja, dat is echt bizar. Dat is onwerkelijk. Toch een beetje een echte filmster, zou je zeggen. Ja, zo zie ik het zelf niet. Ik geniet er gewoon van. Ik word daar gefilmd, hallo. Hallo. Hi, Eindhoven Dagblad. Hallo. Ik ben ook aan het vloggen. Waarom Enzo zo leuk is? Omdat hij heel veel tijd neemt voor zijn kijkers. En hij maakt gewoon leuke video's en hij praat altijd zijn video's vol en hij is gewoon grappig. Heb jij nou nog een goede tip voor mensen die, net als jij, ook een vlog willen beginnen? Wat moeten ze doen? Origineel zijn. Maar dat is heel erg moeilijk tegenwoordig, want er is al zoveel talent wat nu bezig is. Dus het is heel erg moeilijk om nu nog een plekje te krijgen aan de top in de YouTube-wereld. Maar het is mogelijk als je iets origineels bedenkt. Zaterdagmiddag om 4 uur verschijnt vlog nummer 941. Met waarschijnlijk een verslag van zijn Enzo Knol-tour nummer 2 in het Van Maarland in Eindhoven. Als hij tenminste op tijd klaar is met het maken van foto's en handtekeningen uitdelen.